Vanavond Inter Milaan, Feyenoord natuurlijk. Maar heb je voorbereiding getroffen hier op het Stadhuisplein? Nee, vandaag niet. Nee, het is de uitwedstrijd, dus we verwachten niet heel veel. Als ze naar thuis spelen is het altijd gezellig en druk, maar vandaag nee, niet veel bijzonders. We hebben wel vaste klanten die gewoon komen kijken, maar ja. Er zullen wel wat mensen komen, maar we verwachten niet veel ervoor, nee. En die voorbereiding voor het televisiescherm of zo, dat staat wel aan? Ja, de televisies staan allemaal aan, ja. Altijd, ja. Met een wedstrijd Feyenoord altijd, ja. Ja, ja. Oké. Okay. Verkoop jij nou meer zo met die fusten als het voetbalwedstrijdje is? Nou, nee, ik merk er niet zoveel van. Nee? Nee, op Stadhuisplein is het altijd druk, hè? Ja, precies. En vooral als het zon schijnt, maar je hebt niet dat je meer van die fusten verkoopt? Nee, dat heb ik dus niet. Ja, volgende week misschien wel, maar AZI spelen. Oké, okay, ja, dus met een binnenland dan, of dan gewoon thuis? Ja, dan merk je het wel. Ja. Maar als in het buitenland is het niet, hoor. Nee, dus. Ja. Vanavond Inter Milaan Feyenoord. Heb je voorbereiding getroffen hier in het VIS? Ja, een beetje extra personeel en beveiliging vanavond. Ja. Ik verwacht wel een boel kijkers. Want beveiliging zeg je, maar ook leuke dingen, want ik zie televisieschermen aangegeven daar. Ja, en ja, maar die heb ik altijd met Feyenoord hoor, met zo'n grote wedstrijd dus. Ja. Grote schermen en 3 televisies. Ja, leuk. Dus. En de beveiliging ook omdat je verwacht dus meerdere mensen daar anders, hè? Ja, ik verwacht wel een volle zaak. En misschien buiten wat als het lekker weer is. Ja. En buiten dan ook televisieschermen? Ja, buiten hier op dat barretje eentje en in het raam. Ja, toch. Nou, wens je een prettige avond. Dankjewel. Vanavond Inter Milaan Feyenoord. Wat verwacht je? Nou, wij verwachten het altijd wel zware druk. We hebben altijd vaste klanten die komen kijken. En normaal gesproken als het thuis voetbal is het altijd wat drukker natuurlijk. Of een stuk drukker. We zijn echt Feyenoord café dus wat dat betreft. Maar het loopt altijd. Het leeft hier altijd. Dus ze komen kijken. Ze komen een biertje drinken. Een borretje. Die kennen het allemaal. Ja, en heb je nog echt andere voorbereidingen getroffen? Nee, nooit meer als normaal. Wij zijn altijd op voorbereid, of drukken we het of niet. We staan altijd klaar, we hebben een groot scherm, we hebben overal televisies hangen. En het staat in principe altijd klaar. In de week dat de manifestatie C70 van start ging, bracht Feyenoord de Europa Cup naar huis. In Milaan versloeg de club uit Zuid op 6 mei 1970 het Schotse Celtic met 2-1. Voor het eerst in de geschiedenis had een vaderlandse club de cup met de grote oren. Een dag later werd er op de Coolsingel gefeest. Rotterdam haalde zijn helden in. En wat denk je dat gaat worden? Ik denk dat het 0-2 gaat worden, Feyenoord. Okay. Feyenoord wint altijd, dus laat ik maar zeggen 0-2. 1-2-0, maar een gelijkspel wil ik goed. Hier, of in Italië 1-1, dan doe je het goed. Nee, dan ga ik niet kijken vanavond.